In de laatste ijstijd, Salien, kwam er ijs via gletsjers in Nederland. Dit eindigde op de Hunlijn. Hier ontstond een heuvelachtig landschap door het gewicht van het ijs. Het werd warmer en het smeltwater ging via rivieren naar de zee en zo bleef er alleen een heuvelachtig landschap over. Dit was de start van het Eemien. Door warme temperaturen konden er dieren zoals apen en nijlpaarden leven in Nederland. Daarna kwam het Weichseljen met wisselende temperaturen en sinds 11.000 jaar geleden leven we in het Holoceen.